Hallo lieve mensen, welkom bij Stay Fit met Bibi. Vandaag een fijne meditatie gericht op het aarde-element. Het aarde-element staat voor balans, thuiskomen in jezelf en vertrouwen. Ik ga jullie vragen om nu lekker te komen liggen op je matje en maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Leg eventueel een bolster onder je knieën of een opgerolde deken. En heeft een heel dun kussentje onder je hoofd. Lekker een warme deken over je heen. En alles wat zou kunnen knellen voor wat betreft sieraden, doe je af. En terwijl je dan ligt, leg je benen wat wijder neer en je armen wat wijder neer. Met je handpalmen naar boven gericht. Je gezicht is ontspannen. Je voorhoofd is los. Je oogleden gesloten en zacht. Laat je kaken los en haal je kiezen van elkaar. Je tong is ontspannen in je mond. De ademhaling gaat op de natuurlijke manier door je lichaam. Breng er even je aandacht naartoe. Voel de koele lucht naar binnen stromen via je neusgaten. En de opgewarmde lucht weer naar buiten stromen via je neusgaten. Voel het uitzetten van je lichaam bij de inademing en het intrekken van je lichaam bij je uitademing. En voel dan de ontspanning van je kruin en je achterhoofd. Voel daar naartoe stromen. Door naar je nek. Je schouderbladen, je armen, handen, vingers, je wervelkolom, je onderrug, achterkant van je bekken, je billen, je bovenbenen, onderbenen, voeten en je tenen. Breng dan je aandacht naar je buik. Misschien lukt het je om naar je buik te ademen. Voel dan het rijzen van je buik bij de inademing en het dalen van de buik bij je uitademing. Het rijzen bij je inademing. Het dalen bij je uitademing. De buik is ons rustpunt. Als we ontspannen zijn, kunnen we veel makkelijker naar de buik toe ademen. Als je geaard voelt, sta je dicht bij jezelf. Voel je de connectie met jezelf. En is het vertrouwen groter? Het zelfvertrouwen. En ook het vertrouwen in anderen. De buikademhaling, de rust die het brengt, zorgt voor die verbinding met je innerlijke ik.
Als je vertrouwen voelt, kom je thuis in jezelf. En voel je de juiste balans ontstaan. Adem dan ook rustig in naar de buik. En weer uit via je neus. Inademen via je neus naar je buik. En weer uitademen via je neus. Doe dit een aantal keer heel bewust. Even nu in alle stilte. Eventueel met je handen op je buik geplaatst, dicht bij je navel. In via je neus, uit via je neus. In en uit. Dan mag je de volgende intentie, ofwel affirmatie, in je gaan opnemen. Ik heb vertrouwen in mezelf en in wat komen gaat. Ik heb vertrouwen in mijzelf en in wat komen gaat. Deze zin mag je een aantal keer herhalen in jezelf. Om het echt goed in je op te nemen. Ik heb vertrouwen in mezelf en in wat komen gaat. Ik heb vertrouwen in mezelf en in wat komen gaat. Ik heb vertrouwen in mezelf en in wat komen gaat. Laat dan langzaam die affirmatie weer los. Blijf nog even bij die buikademhaling. De aarde geeft de energie aan ons door om in onze eigen kracht te gaan staan. En daar ook in te geloven. Hoe meer contact met die aarde-energie, hoe meer je de kanten in jezelf kunt waarnemen. Nog een keer, hoe meer contact met die aarde energie, hoe meer je de kanten in jezelf kunt waarnemen. Kom dan rustig, langzaam terug naar een normale ademhaling.
Die natuurlijke ademhaling die je gaat voelen stromen weer door je lijf. En die weer steeds meer vanzelf gaat, zonder dat je forceert. Ontwaak dan langzaam weer je lichaam door wat te bewegen. Een beetje uit te rekken. Misschien juist lekker klein te maken. En rol jezelf dan of op je rechterzij als je deze 's ochtends uitvoert, om de dag weer in te kunnen gaan. Yang energie te laten stromen. Of je draait op je linkerzij als je straks naar bed toe gaat. Of wellicht al in bed ligt en de nacht ingaat. En adem dan nog 2 keer diep in en uit op die zij. En als je wilt, blijf je lekker liggen. Als je de dag weer ingaat, mag je ook eventueel komen zitten in een kleermaker zit. Met je handen voor je hart in zo'n namaste houding. En dan heel diep inademen. En op een uitademing buig je wat naar voren. Namaste. Bedankt weer voor jullie komst. En tot de volgende keer.